Willem, goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Voor ik het vergeet, je moet de groet hebben van Hans Kraaij. Die zit met zijn vrouw een weekendje hier in Huis de Duin. Heb je iets met die Hans Kraaij? Nee, nee. Nee? Nee, hartstikke leuk. Doet hem de groeten terug straks, als je hem ziet. Oh, erg mager. Ja. Maar dit liep nog aardig, vind ik nog. Voor, dit voor, ging nog. Voor Harry Mensenbegrippen. Dit ging dit, voor Harry ja. Mensenbegrippen. Was dit een hele goede opening? Ja. Ja, 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 ja. Daarna stagneerde dat, begrijp ik. Ah, oh, man. Ja, hij luistert niet, Harry. Want hij dat eyescan, weet je, dat kan je ogen laten doen. Maar hij moet ook eens voor dat hoorcomfort moet hij eens nemen. Daar als sponsor. Dan kan hij hoortjes eens laten nakijken. Hij luistert niet, nee. Harry. Even een moeilijk gesprekje. Ja, moeilijk gesprekje. Wij zeggen in de voetbalterm, dat zijn twee moordenaars. Daar heb je bijna geen kans tegen. Type van Hanegem vroeger. Nou, het is, wat zit je nou te zanen, Harry? Ja, dat wil ik net gaan vertellen. Waar ga je gewoon? Ja. Nee, nou ben ik weer... Je gaat me godverdikke elke keer in de war brengen, Harry. Dat is toch een beleid van de... Wat jij het willen doen eigenlijk, zoals wat de advocaat nu doet? Nee, want dat is mijn club. Feyenoord is gewoon mijn club, maar het zijn niet mijn mensen. Een advocaat heeft eigenlijk niks geen Feyenoord-bloed in zich. Maar weet je nou wat ik zeg? Ja. Wat dan? Nou, wat je net zei. Dus je weet ja, dat begrijp ik. Nee, dat zei. Waar de druk is, kan je niet presteren. Nee. Je hebt toch druk nodig om goed te presteren, of niet? Dan hebben ze het hier over verdedigen. Congolo is kritiek op Van Bronckhorstbeu. Je hoort nog geen eens wat ik zeg. Jawel. Utrecht-Feyenoord. Utrecht. Nee, die wint Feyenoord. Utrecht? Ja, nee. Nee. Naar Utrecht? Nee, ik vind het ook. Nou, ik ben klaar met je. Ik ben helemaal klaar met je. Knieën, ik ben helemaal klaar met je nu. En ik zal... Weet je hoe nou, dit is nou weer een bewijs dat je eigenlijk... Ik wil elke keer iets uitleggen aan je. Ja, maar de tijd denkt, is om, op een gegeven moment gaat het steeds beter. De tijd is om. Maar je, de tijd is je om. Luistert godverdikke helemaal. De tijd is om. Dat vind ik zo goed. Het is één... Nee, maar dit is echt debiteuren krediet. Ja, Jiskevet is het inderdaad. Ja, is maar het is wel waar. Kijk, als Willem niet goed in zijn vel zit... dan is hij natuurlijk moeilijk te interviewen. En Harry heeft een aantal vraagjes in dat boekje van hem. Want die doet niks uit zijn hoofd. En een autocue kan er natuurlijk niet lezen. Ja. En die lepelt de vraagjes op. En wat Willem antwoordt, zal hem een worst zijn. Ja, is goed, man. Het is één groot misverstand, is dat. Als en dan krijg je echt een soort... verwarring tussen twee bejaarden. Nee, oh, pas op. Die Harry zit ook de hele tijd te kijken. Nee. Alsof hij... Wie is die vraag? Weer ontstaan, denk ik bij zichzelf. Ja, en natuurlijk kan Harry mensen in dit programma eigenlijk niet meer ontbreken. Harry komt wekelijks van een beetje voorbij. Gaat nu ook in zijn eigen programma al reageren op ons. Harry kondigt het eigenlijk al aan dat wij dit gaan doen. Dus dat moeten we natuurlijk ook wel. Is je nog wat opgevallen gisteren, Harry? Nou, het blijft natuurlijk... de man kan niet interviewen. Maar dat is op zich niet erg. En... Atemos zat tegenover hem, waar ik iets aan zag, ik weet niet. Was het zijn haar? Ja, ik weet niet. Of iets met zijn ogen, ik heb geen idee, maar ik zag wel iets aan. Over hem zou kunnen, maar... Ja, ik heb geen idee, maar ik heb in ieder geval weer... De vragen die hij stelde waren weer van een krankzinnig hoog niveau, let maar op. Willem, ik heb een lijstje gemaakt voor degenen die naar huis zijn gegaan. Zitten er dan nog ploegen bij die je liever had willen houden? En Roemenië? Nee, ook niet. Tsjechië? Nee, dat... Oekraïne? Oostenrijk? We hebben vandaag wedstrijden. Om 3:00 begint Frankrijk-Ierland. Wat wordt dat? Het systeem is nou zo dat verliezen is eruit. Ja. En gelijk spelen moet je penalties maken. Dan gaan we om 6:00 Duitsland-Slowakije. Wat, Willem, zeg jij het eens? De derde wedstrijd, Harry. Kom, stel die eens aan mij die vraag. Hongarije-België. Om 9:00 vanavond. Willem, en dan krijgen we maandag. Wat eens even kijken. Heb je Engeland. Italië, Spanje. Om 9:00. Ja. Engeland, IJsland. 9:00, man. Daar zit onze beelden te pikken constant. Hoe doen we dat? Nou ja, dat is alleen maar een goed teken voor je, toch? Ja. Dat is een teken dat nog iets speciaals dat voor zij dat willen, dat zij dat willen laten zien. Heb je nog iets speciaals voor die snor? Huh? Zeg eens even wat tegen die snor. Ja, dat is niet te geloven, hè? Die Harry mens moet van tafel hebben. Hij heeft gisteren alleen maar geroepen. Nou, dan hebben we België tegen Hongarije. Wat wordt het? Dan hebben we, morgen hebben we Italië-Spanje, wat denk je? Dan hebben we daarna IJsland tegen
Wat is het? Frankrijk? Nee? Ja. IJsland, Frankrijk? Nee, wat Engeland. Zal dat worden? Engeland, Engeland, wat ja. zal dat worden? Ja. Wat mooi. Trouwens, Harry Mens, zou dat nog een redding kunnen zijn van Late Night? Om die dan een beetje... Harry Mens? Ja? Ja, Harry was gisteren, heb ik hem weer zitten kijken. En? Ja, genieten. Was je goed? Ja, genieten. Echt, dat is echt voor mij is dat het ultieme Ria Valk zat er. Ria Valk, ja? Bosjes die, op mijn bosjes, die. Ja, die wist het ook niet helemaal meer. Nee? Ja, die is ook al... 80? Ja, geweest al, denk ik. Ja, 90. Dus dat was ook een heel matig gesprek. Toen op een gegeven moment, toen zegt die Ria... Ja? Want ik denk, wat zit die Ria nou te doen? En die Ria zat er al 10 minuten. Dat gaat niet goed. Nee. En dus die Harry zegt, is er iets, Ria? Ze zegt, ja, ik ben doof aan dit oor. Dat is natuurlijk ook niet handig. Dus die Ria die lulde maar een beetje uit de nek. Ja, die Ria wat. Ja. Harry vroeg wat en dan lulde zij uit de nek. Want ze had van die hele vraag maar één woord verstaan. Bosjes. En dat was heel leuk. Want dan denk ik, dan kan je toch beter, weet ik veel, dat je even zo gaat. Ja. Of dat je het zegt van tevoren. Ja, of je gaat aan de andere kant zitten. Of ja, bij wijze van. Maar die hebben 10 minuten met elkaar zitten praten. Zonder. En elkaar niet begrepen. Nee. Allebei niet. Het is wel leuk met die ontwikkeling van die kijkcijfers. Opeens is Harry ook een kijkcijferkanon natuurlijk. Ja, die is natuurlijk. Ja. We moeten wel vast dat, kijk, Erland die heeft dat RTL 4 groot gemaakt op een gegeven moment. Maar die heeft het ook weer afgebroken. Die heeft Humberto er neergezet en hem eraf gehaald toen het in elkaar stortte. Toen heeft hij Twan Huis nog aangetrokken. Dat is een van zijn laatste daden. Ja. Dus die laat eigenlijk een spoor van vernieling na. Maar ja, die gaat het hier nu op de rit zetten, hè, bij deze club. Dus. Ja, die heeft een onduidelijke functie hier als adviseur of zo. Maar ja. hij adviseert je zo het graf in. We hebben nu zo'n beetje alle collega's gehad van deze organisatie. Maar hij zei er ook in dat het een beetje een toneelspel was tussen hem en Willem. Maar we hadden vanmiddag dus een ploeg daar naartoe gestuurd. Om Willem, oh nee, dat hadden we van de week dit weekend al. Waar is het met jou eigenlijk fout gegaan met Bert van Marwijk, Johan? Moet je het even afmaken, jongens? We hadden een ploeg naartoe gestuurd om ons te laten feliciteren. Hans, je gaat er niet programma helemaal... We gaan er niet het programma fysiek schalen. We hadden een ploeg naartoe gestuurd om ons te laten feliciteren. Want iedereen wil ons feliciteren. Weet je, tot nu toe helemaal niet wil feliciteren. Iedereen die staat te dringen en Willem deed niet mee. Terwijl wij Willem hier toch... ook leuke tijden met Willem gehad. Absoluut, hele goede tijden met Willem. Kijk, hij is toen weggegaan omdat hij zo'n hekel aan jou had. Ja. Maar wij hadden geen problemen met Willem. Nee. Helemaal niet zelfs. Ja, jij was toch die man toen dat het verhaal vertelde dat hij door het hek was ontvlucht en dat soort dingen allemaal. Nou, hij is toen via het hek is die bij Utrecht weggegaan. Ja. Maar goed, toen hebben wij een ploeg gestuurd. Maar jij zegt altijd dat hij zijn haren verft. Hè? Dat vindt hij niet leuk. Nee, dat is een hele flauwe opmerking. Dat kan niet. Kijk maar goed mee namelijk. En wat ik ook niet wist, maar jij wordt er boos om als ik erover begin, maar dat jij altijd nummer 10 had. Heb je er iets mee? Ja, je gaat aan mij vragen, heb jij nummer 10? Ik zit hier nou al zoveel jaren. Jij hebt nog niet, het besef. Je had ook kunnen zeggen, wat staat er op die ring? Er staat een grote 10. Ja. Het is niet te ver weg, dus je kan het lezen. Nou zie ik het pas zo. Nee, dat valt me erg van je tegen. Ja, maar dan aldoende leert. Als mensen nou vragen aan mij, wat is Harry voor een man, dan ga ik twijfelen. Ja, maar dan, dit is natuurlijk weer gewoon weer voer voor die snor, want die gaat er weer over beginnen natuurlijk. Nee, daar ga jij toch niet druk aan maken. Je bestaat toch ook 15 jaar of 14 of 15 jaar? Jij zegt ze bestaan. Er komt straks een cameraploeg en die wil ons even spreken. En... Nee, die wil jou spreken. Nee, ze willen jou ook spreken. Nee, want ik heb tegen die gasten gezegd, ik wil er niks mee te maken hebben. Nou ja, maar zijn die jongens helemaal voor Jan Klaas hier gekomen. Nee, die komen voor jou toch? Nee, voor jou. Het is jouw programma, dus... Nee, maar ze komen voor jou. Nee, voor jou. Maar wil je wel er even bij blijven zitten als ik met ze praat? Dat moet je zelf weten. Ja, jij moet dan niet weglopen, dat ik want ik krijg. Nee, maar ik zeg niks dus. Jij zegt niks. Ik heb geen boodschap eraan. Nou, dus dat zal ik dan maar technisch nooit zeggen. Hij zegt niks. Nee. Nou, je mag zeggen wat je wil. Nee, oké, we gaan zo even kijken. Ja, dit is zo slecht, dit. Ja. Die Harry. Ja, die Harry, man. Hij gaat wel door, Harry. Hij is de met afstand de slechtste interviewer in Europa. Maar hij zegt dat hij het speelt. Met hè? Afstand. Nee, maar hij zegt dat hij dat speelt. Hij zegt namelijk... Nou, dat speelt hij het wel heel goed. Ja. Dat speelt hij het wel heel goed. Ja. Maar hij zegt dat je moet die mensen altijd een beetje... Maar Harry is natuurlijk niet op zijn achterhoofd gevallen. Want iedere Jan Doedel die hij daar interviewt... Die moet dan 10.000 euro betalen om geïnterviewd te mogen worden. Ja. Dus als je ijdel bent en de patiënten hebt... dan geef je die aan Harry en dan word je geïnterviewd. Maar ik bedoel, die man is toch... Ik bedoel, hij heeft nu ook een crematorium gekocht, hè?
En, ja. En dan gaat hij als slogan: een crematie moet weer leuk zijn. Dat is wat is dat leuk aan dan, man? Ja. Ben je toch blij dat je in je auto zit? Ja, lijkt mij ook. Ik bedoel, schijt eruit. Wat wou je dat doen dan? Ja, ik weet het niet. Wou je een polonaise gaan lopen in die... God, die Harry, man. Hey. Als ik ga, blijf ik een tijdje liggen, hoor. Ja. Maar René, even tussendoor, want wij zijn natuurlijk een beetje deskundig met z'n allen aan tafel. Maar er zijn mensen die zetten er wel eens hun twijfels bij. Gisteren Harry Bens ook wat snedig opmerkingen. Wacht even, die mens die gaat toch geen kritiek hebben op ons? Nou, René, wat vond je ervan? Ik vond het schandalig. Ja, toch wel, hè? Ja, echt. Dan gaan wij vertellen dat hij buitenechtelijke verhoudingen heeft. Ja, maar dat vertelt hij zelf allemaal. Oh, dat verkoopt hij zelf allemaal. Ja, wat vond je ervan? Ja, het was echt minachting. Ja. Pure minachting naar ons toe. Laten we even kijken. Verdienen wij niet. Nee, belachelijk. Dus jij zegt Utrecht wint en dan wint Feyenoord? Dan wint Feyenoord. Ja, ja. Dat is wel even denken, maar... Ik hoop dat die snor het nog kan volgen. Wie? Die snor. Welke snor? Nou, je weet wat die zo aardig tegen ons doet altijd. Dat andere programma. Ja, daar ga je je toch niet drukker maken, of wel? Nou, soms wel. Als die te persoonlijk wordt, die andere die erbij zit. Weet je, met die bril op, die dikke? Ja, ik kijk bijna nooit. Ja, dit is... Die smaad! Ja, dit is smaad! Nee. Even serieus! Ja. Ja! Maar kijk, dat hij het tegen mij doet. Maar ik heb ook een gezin en kinderen. Ja, ik ook. Nee, maar kom op! He, die moeten morgen ook weer naar hun werk. Ja, wel. Nee, nee. Dit pak ik heel hoog op. Nee, maar gewoon jurist op dak sturen. Ja. Wie denkt die mensen wel dat hij is dan? Ja, zeker. Hij kan niks. Nee. Ja, dat kun je ook gewoon zeggen. Nee? Nee, dat is helemaal niet erg. Nee. Ik ben zijn grootste fan. Kijk maar naar de kijkcijfers. De herhaling van mens staat altijd 1. Dat ben ik. Kijk, die kijkt er echt 1. Ja. Dat ben ik. Die dikke met die bril. Ik snap die dikke met die bril, dat kan toch niet? Nee. Maar kan je het niet zeggen? Ik vind het mooie van mensen altijd... dat die heeft altijd gasten. Ja. Niet omdat die interessant zijn... maar die moeten 10 ruggen betalen om even een verkooppraatje te kunnen houden. Hij is wel slim. Tuurlijk, een leuk programma. Ja, het was echt... Nee, maar Harry had gisteren weer... Valt nou dat ei uit elkaar, of lijkt het maar zo? Ik heb geen idee. Misschien wordt er iets geboren. Het is een soort... Nieuwe presentator, hè? Weet je, rugbybal. O'Brady. Ja. O'Brady, ja, dat je gaat gooien nu. Als Hans Klok hier was, die zou directeurtje eruit laten komen. Maar dat was iets met hoeden, begreep ik. Nee, die Harry had gisteren een vrouw die had hoeden. Ja, wat een heks. Ja, maar die, even als je ze dadelijk ziet, ze schijnt haar niet te verven. Oh. Maar ze had een vrouw met hoeden. En die vrouw was ook heel eerlijk. Die koopt die hoeden in Barcelona en in Brussel. En dan legt ze er bijvoorbeeld een paashei op en dan is het kunst. Oh, dus anders meteen. Dan is het anders meteen. Okay, dan wordt die ook gelijk duurder. Ja. Maar ik zeg je erbij, die vrouw, ze verft haar schijnbaar niet. Nee? Nee, daar komt ze. Oké. Dit is dus een hele sterke hoed. Je kunt hiermee in de regen lopen, je kunt hiermee flaneren. Maar dit is gewoon een hele vrolijke zomerse hoed. Nou, een flaneerhoed. Kun je aan de Côte d'Azur lekker flaneren. Nou, dit is ook een flaneerhoed. Maar ze mogen zonder hoed ook flaneren, toch? Oh, mag ook. Mag ja, ook. Ja. Maar dan moet ze hoed wel in de hand houden. Ja. Dit is ook een flaneerhoed, Harry. Ja? En weet je, dit is nou echt de hoed voor jou. Als jij naar de Côte d'Azur gaat, dan krijg jij deze hoed op. Maar... Zo, en lachen. Maar... Zo. Nou, zo kan het weer. Gaan we weer zitten, hoor. Ja, dit is weer zo goed, maar waar... En jij gaat bij zo'n pruik zitten, je hebt een probleem, ik snap er niks van. Nee, dat is wel... Ja, het is een vrouw, hoor, die rode. Oh, okay. Hij is echt een vrouw, serieus, ja. Nee, want ik heb nog gebeld, anders had ik daar nog een grap over kunnen maken. Maar het schijnt echt een vrouw te zijn. Maar in ieder geval, ik heb... waar ik eigenlijk naar voor kijk... Ja? Dat is het totale langs elkaar heen lullen van al die mensen... Dat is zo, dat is echt... Met Harry in de hoofdrol, hè? Met Harry in de hoofdrol. Ja. Dus dan krijg je dit soort gesprekjes krijg je dan. Met de kok. Met de kok. En zeg maar, je bent de hele week open? Ja, hele week open. Ja, hij is de hele week open. En dan zegt die man het volgende. Die zegt dan het volgende. Let op. Wij zijn woensdag tot en met zondag geopend. Weet je. En dat gaat de hele tijd zo. Ja, maar normaal zou je zeggen, nee, het is niet helemaal waar. Maar dat nog ineens. Nee. Dat gaat gewoon door. Ja. Je bent 7 dagen open. Ja, nee, we zijn van woensdag tot zondag open. Ja. Dat de hele tijd, dat lult maar langs elkaar heen. Ja, maar dat had je gisteren ook een beetje bij Paul de Leeuw. Maar voor die tijd doet even de rust inbouwen met Harry Mens. Want dat lijkt erop of je het over een andere boeg wil gooien, Harry. Nee, helemaal niet zelfs. Nee, gisteren was het weer de ultieme afsluiting voor mij van de zondagnacht. En hij
Harry denkt wel eens dat hij een combinatie is van tussen Hans Steeuwen en Theo Maassen. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar. Nee. Dat is een denkfout. Dus ja, op het moment dat Harry leuk gaat doen, dan denk ik, ja, weet je, dat kan je beter niet doen. Dat heb ik nu, gaat hij doen. Om laten voorkomen dat latere generaties niet meer weten wie je bent, heb ik begrepen dat ze wilden een straat naar je vernoemen. Hier staat in het Algemeen Dagblad een Van Hanegemstraat, waar wachten ze op in Breskens? Johan Derksen, zo'n klein steegje. Kunnen we daar plassen? Nou, kunnen we daar plassen? Johan die kan wel een, ja, die komt wel een aanmerken voor een steegje. Ja. Voor een steegje. Ja. En Gijp? Nee. Gijp geen straat, hè? Nee. Heeft hij nooit gewerkt? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, Gijp, je hebt nooit gewerkt. Nee. Geen straat. Geen steeg. Helemaal niks, hè? Ja, zo lacht die Gijp ook. Ik denk, zal ik dat ook doen? Hè? Gijp? Ja, joh. Ik vind dat we Harry een keer uit moeten. Ja, absoluut. Maar Harry, kijk, ik lach hier ook om, weet je wel. Het gaat ook voor ons en ik moest lachen. Maar Harry moet het houden bij het stellen van vreselijke domme vragen. Dat kan niet, toch? Dat is zijn specialiteit. Dat kan niet goed. Dat kan hij heel goed. En er komen er nu twee. Let op, ja? Daar gaan we. Waarom in Breskens, Willem? Ik dacht dat ik daar geboren was. Ja. Oké, het boek zelf, Ben, waar kunnen we dat kopen? In de boekwinkel. Waar kunnen we dit boek kopen? Dat is toch geweldig, of niet? Dat je dat dan iemand vraagt. Goed, man. Heerlijk. Het mooiste van alles was, Harry had ook een afsluiting. Daar ging je nog proosten. Misschien moet voor de mensen die... Ja. Harry zat er niet helemaal in als het ging om mensen die... Nou ja, kijkt u even mee. Nou, laten we dan een toast brengen op Annie de Reuver, Willem. Vind je niet? Ja. Op Annie de Reuver. Oké. Maar ze leeft nog steeds. Nee. Ze is vorig jaar januari overleden, helaas. Oké, sorry. Maar dit gaat de hele uitzending zo, hè? Ja, dat is heerlijk. Maar onder andere heeft Harry Mens ook wat kritiek geuit. Want je hebt dat dus geroepen van de week, dat hij de slechtste interviewer van Europa is. Maar nu heeft hij ook wat teruggezegd. Ik weet niet, heb je het gezien of niet? Of wil je het even bekijken? Dan kijk... Over wie? Nou ja, ook over jou. Een beetje over ons allemaal. Kijk even mee, Harry Mens. Heel even van de Gijp, hij is de slechtste interviewer van Europa. Ja, ik weet wie het zegt. Hij is ook de slechtste schrijver van de wereld en omstreken. Maar ben jij een vrij goede interviewer geworden in de loop der jaren? Ik vind dat ik redelijk goed interview. Wil van Hanegem, die zegt, die komt ook graag bij jou. Maar hij zegt wel, ja, alleen Harry heeft één ding. Hij luistert niet zo goed. Wel, nee, die Willem, dat is één grote act-man. Houd toch op. Nee, dat is geen act. Hij die vindt echt... Kijk, die snor die heb het in de gaten. Het is gewoon een toneelstukje. Maar denk je dat we geen toneelstukje opvoeren? Maar heel jouw programma is een toneelstukje. En de snor die zegt, hij is slim, want hij verdient er geld mee. Ja, maar die snor die verdient nog veel meer geld in het kwadraat dan ik. Met is nog slimmer dan jij. Met die boeken, ja, is er nog slimmer. Heb je nou, gaan ze een boek voor Van de Gijp, 350.000. Je bent de ACO op Schiphol, struikel je over die boeken. Die worden als koek gegeten door die domme mensen. Harry. Hey, ja, ik kan heel kritisch zijn. Mm-hmm. Doe dan maar. Maar mensen die andere mensen dom noemen, die zijn heel gevaarlijk. Dat moet je altijd laten, andere mensen dom noemen. Daar wil je dus mee zeggen dat je zelf over een behoorlijke intelligentie beschikt. En als er nou één in Nederland niet over een behoorlijke intelligentie beschikt, is het Harry Mens wel. Ja. Dus die man moet... Die man lijkt versuft. Is die ook. Want hij begon nu ook weer te zeggen dat ik het boek geschreven had, hè? Hoor je het? Ja. Hij schrijft die boeken. Ja, hij wist dat hij het in het programma. Ik heb het allemaal zitten kijken. Er is iemand die ze schrijft, maar dat maakt niet uit. Ja. Nee, maar die man die heeft gewoon... Ik kijk gewoon ieder weekend. Ik vind het pure cult. Ja, maar je bent een beetje boos. Maar je begrijpt het wel. Kijk, want eigenlijk slaat hij Wartaal uit. Van de eerste tot de laatste seconde. Hij insinueert ook dat ik aan die boeken verdien. Wat een onzin. Die uitgeverij heeft een samenwerkingsverband met hier RTL. En daarom heet die boekenlijn Voetbal Insight. Maar ik ben niet bij die uitgeverij in dienst. Ik heb er niks mee te maken. Wij zitten hier gewoon met de Voetbal Insight boeken en een Voetbal Insight blad. Maar het is toch niet dat iemand daaraan verdient. Maar die mensen die zitten zo in elkaar, die denken... Oh, wacht even, die snor zal daar wel zijn zakken zitten te vullen. Dan denk ik, ja, als die nou even doorgaat, begin ik zo een crematorium. Ja. Heb jij eigenlijk Harry Mens jong meegemaakt, of niet? Of kan je is hij jong geweest dan? Nou ja, dat kan ik me dus ook niet voorstellen, dat er ooit een jonge Harry Mens is geweest. Ik ook niet. Zal hij altijd zo oud zijn geweest?
Of niet? Geen idee. Dat geen beeld idee. Heb je erbij, omdat hij dat altijd zo uitgezien heeft. Maar hij moet jong zijn geweest. We gaan even naar een momentje. Ik weet, René heeft het nog niet gezien. Ja. Maar hij had geurkaarsen dit weekend. Geurkaarsen en hij... Ja. Geurkaarsen. Heb je gezien? Ja. En een kutje. Hij kreeg een kutje ruiken. De vagina. Ja, maar jij denkt dat ik Harry Mens mis. Ja, ik vond het een man. Nee, natuurlijk heb ik dat gezien. This smells like my vagina. Het is een kaars op basis van bergamot, jasmijn en damascusroos. En je bent de eerste die hem eigenlijk op televisie mag ruiken nu. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Lekker? Nou, het zal wel. Heb je nooit geroken zo'n doos? Oh, zo'n kaars, toch? Sorry. Nee, maar het ruikt heerlijk. Ja, en het inspireert ook nog. Ja. Ik ga zo weg. Vond jij belangrijk, Hans, dat het kutje lekker ook? Ja, ook wel. Nee, voor, als ik gretig was, maakte het me niet uit. Nog even naar gisteren. We hebben natuurlijk altijd dat voetbal ertussendoor. Maar ik neem aan dat je zo nu dan ook even je vriend Harry Mens gaat kijken. Heb je nog een beetje genoten van Willem bij Harry? Of, Nee. Ik wil best voortaan wel weer stukjes eruit halen. Ja, tuurlijk heb ik je zitten genieten. Ja, was het goed? Ja, dus hij is altijd goed, die Harry. Hebben we wat? Moeten we even kijken naar Harry? Ja, samen met Willem. Ronaldo, die was redelijk gefrustreerd. Ja, Ronaldo was ook moe. Ook moe? Ja. Ja, van vakantie haar, gaan met zijn vriendjes. Van zijn haar knippen en zijn vriendjes. Zo staat hij maar. Dan wordt er gek die van. Ronaldo, is dat nou een nicht, denk jij? Dat weet ik niet. Ja, maar, dan moet je daar een vraag aan. Ik ga het niet of het nou nicht is of niet. Dat zou mijn zorg zijn. Het gaat erom dat hij heel goed kan voetballen. Alleen nu laat hij het niet zien. En wat zegt meneer dan na afloop? Die is heel gefrustreerd. En die gaat dan zitten zaniken over die Ieren. Dat die Ieren niet de poort openzetten omdat koninklijke hoogheid Ronaldo door kan. Willem, we gaan gewoon eens even naar Nederland toe. Want we hebben nog niet het vuurwerk wat we willen beloven. Maar die doet toch niet mee, of wel? Nee, toch? Ja, nou ga ik twijfelen. Nee, ik heb het gelezen, ze staan niet bij. Ja, dat is zo goed, dit, hè? Ja, dit is echt. Dat is mijn favoriet. Willem stoort zich aan de onkunde van Harry Mens. En die Harry heeft natuurlijk alles op papier staan. Ja. Waarom gaat hij er dan zitten? Nou, ik denk dat Willem er gewoon voor het geld gaat zitten. Zoals wij hier ook voor het geld zitten. Ja. Nee, maar dat was ook een hele discussie. Want ik heb zit jij hier voor het plezier dan? Nou ja, ik heb de hele discussie ook dat die Willem zei. Maar de beste drie gaan ook door. Waarop Harry zegt, ja, maar nummer 1 en 2 toch ook? Weet je wel? Dat is zo goed, joh. Dat is een constante... Ja, ja, heerlijk, maar viel jullie niet iets op aan Willem? Nou, Willem is niet meer de Zwarte Panter. Dat ook niet, maar kijk even... Als het... En hij is mager geworden. Ook dat inderdaad, maar laten we het plaatje er even terugpakken. Misschien kunnen we het een beetje close-up maken. Wat valt er nou op aan de kleding van Willem? Ik heb geen idee. Nee? Homo-kleur bedoel jij? Nee. Maar kijk nou even naar die man die daar links zit. Ja. En je gaat naar Willem toe, ik bedoel... Ja, maar Willem is toch een iets blitzere kleur. Ja? Tegen roze aan. Maar ook dat over. Ja, hij heeft gewoon een Ferrari. Ferrari en ook een wat karakteristiekere kop heeft Willem. Ja, ietsje. Ook ietsje meer ouder natuurlijk. Maar kijk, je kunt wel eens lullen over die Willem. Kijk, Willem is ook 70 geweest, geloof ik. Maar die zit in dit soort programma's en die heeft altijd nog een goede mening. En in het AD lees ik altijd eerst die column van Willem, want het snijdt altijd hout, hè? Ja. Hoe was het? De terugkeer van Harry. Hij was goed. En ja? Hij gaf even aan dat wij al zijn beelden mochten gebruiken. Want RTL had er niks over te zeggen. Dat was hij zelf. En daarna ging het grote oude voet verder. Ja? Domme vragen. Oh ja. En even, weet je, je zit te kijken. Het is heerlijke televisie, gewoon 's nachts, vind ik. Ja. Echt heerlijk. Giroud werd ook besproken, begreep ik. Giroud werd besproken, nou, dat was het moment. Ja, nou, laten we even gaan kijken wat er allemaal gebeurde bij Harry. Als je wereldkampioen wordt... En je hebt een voordeel speler die in de spits staat en die scoort niet. En toch ben je wereldkampioen. Nou ja, als hij goede voorzetjes geeft. Maar hij is spits, Harry. Ja, hij is geen buitenspeler. Heerlijk is dat, hè? Dat er gewoon een man zit die ook gewoon helemaal nergens wat vanaf weet, weet je wel. Heerlijk, man. Die zou zo dit programma kunnen presenteren. Zou die van die huizen in vakantieparken wel verstand hebben? Nee, tuurlijk niet. Nee, het is kostelijke televisie. Ja. En dan nog even naar het buiten. Nee, maar ik kwam hem in Huis de Duin tegen een paar weken geleden. Hij zegt, wil jij vooral aan René en Johan... en jou telde niet mee, maar vooral aan René en Johan zeggen... dat ik ontzettend blij met ze ben en ontzettend trots met alle reclame die ze maken. Ja. Dus hij is helemaal blij. Goed, joh.
En hij kijkt. Hij zit nu te kijken. Hij doet ook geen vlieg kwaad. Hij kijkt altijd in zijn pyjama en dan gaat hij daarna gelijk slapen. Met welke vrouw? Want dat weet je bij Harry nooit. Dat wist hij zelf ook niet meer. Nee. Die Lukaku, die is een beetje boos, hè? Ja, dat vindt hij niet leuk. Nee, die vindt hij niet leuk, hè? Geslachtsdeel gezegd dat hij 24 inch is. Dat is omgerekend 60 centimeter. Ja. Dat is heel veel. Ja. Dat is net zo groot als zijn vriendin, toch? Ja, maar, wat is daar zo absurd aan? Nee, maar, even kijken wat er gebeurt. Dan zingen ze allemaal in het stadion bij Manchester United. Dan gaat het steeds over de lul van Lukaku. Maar ja, laten we nou wel zijn dat hij vindt dit zelf wat aan de racistische kant. Maar dat gaan we dan ook toch wel weer iets te ver, hoor. Ja. Ja. Ik wou dat hij dit soort liedjes over mij gezongen had. Ja. Nou, dan had ik de hele tijd zo gestaan. En nog een keer. Ja, maar Mindo Raiola heeft nu gezegd dat hij het niet leuk meer vindt. Nee, hij zou het vast niet leuk vinden, nee, maar hij moet het ook niet te groot maken. Hij kon het wel als eerbetoon, kon hij nog wel, maar ik vind nu dat het op moet houden. Ja. Dus, maar je kijkt nu ook met hele andere ogen naar mevrouw Lukaku. Ja, maar dat is de dochter van Harry Mens. Is dat de dochter van Harry Mens? Ja, dat is een van de dochters van Harry Mens, toch? Ja, zeker. Ach. Ja, heb je toch geen leven? Nee, natuurlijk niet. Een businessclass als je... Nee, elke keer als hij tevoorschijn hebt, als hij tevoorschijn haalt, dan ren je rot. Ja. Dan denk je wegwezen, hè? Dan gaat hij naar de reclame. Nee, snap je trouwens dat die Lukaku zo goed scoort? Heeft dat te maken met die dochter van Harry Mens of niet? Wat denk jij? Nee, maar dat is lachen. Nee, daar hebben we zeker mee te maken, denk ik. Die jongen die zit lekker in zijn vel, maar... Hij was echt goed, hè? Oh, ja. Man. Wat? 4 keer dit weekend. Wat is het? Maar die, omdat die met die dochter van Harry Mens gaat. En toen zei hij van, die zit lekker in zijn vel. Toen dacht ik, in zijn voorvel. Ja, nee. Nee, ja, het schijnt dat ze... Hij schijnt hem er één keer bij die dochter ingestoken te hebben. Die heeft gewoon 2 weken in de rolstoel gezeten. Die 10 dagen niet kunnen lopen. Nee. En dan zat hij nog in het goede gat, hè? Zijn te mooi. Ja. Zonder vaseline. En begrijp jij nou dat er een mevrouw is bij een schouwburg die tegen mij zegt, jullie zijn geilaars? Ja, nee, daar snap ik helemaal niks van. Onbegrijpelijk. Ben je bekend met het fenomeen dat je vader vaak langskomt in het programma Voetbal Inside? Ik heb het wel eens gezien, ja. Wat vind je ervan? Nou, ik neem het niet serieus. Ik vind het wel grappig. Hij volgens mij ook wel. Dus. Ja, vindt hij het wel grappig? Want hij doet altijd alsof hij het niet zo leuk vindt. Maar hij vindt het uiteindelijk wel grappig. Nou ja, ik denk dat we het allemaal niet zo serieus moeten nemen. Dus ik denk dat het einde van de dag dat het hem ook niet uitmaakt. En Voetbal Inside gaat naar Veronica. Is het een idee dat je vader misschien het programma over gaat nemen? Of, Ik denk niet dat op de planning staat, nee. Geert, van de vrijdag was je bij een VI en daar deed je wat uitspraken. Gaan we even naar kijken. Oh jee. Jullie zijn allebei van de Forum voor Democratie. Ga je het nog doen morgen? Ga je nog die toespraak houden? Nou, ik ben niet voor het Forum van Democratie. Ik heb de stemwijzer gedaan, toen kwam ik daaruit. Ja. Maar je bent van de week gevraagd door Baudet, die heeft jou persoonlijk gebeld. Ja, ik heb hem gesproken vanochtend, maar ik heb zo'n volle agenda. Want dat is in Noordwijk en ik woon in Drenthe. Dan zit ik 5 uur in de auto om daar wat... Voor die 4,5 rug, dan kan hij dat makkelijk doen. Ja, maar dat had hij dus... Ja, maar je weet toch niet dat ik het voor 4,5 rug doe? Nou, ik ben namelijk ook gevraagd. Echt waar? Kan me niet voorstellen. Nee, ja, het is echt werkelijk waar. Sowieso zing ik volgende week bij hem in de tuin een duet. Een track van Hazes. Met hem zei aan piano en ik zing dan. Want dat wil hij graag. Excuus. En toen heeft hij mij ook gevraagd of ik dan daar nog wat zou willen zeggen. Ik kan ook niet, want ik ben zaterdag dan die avond heel erg druk. Of het is zondag, wat is het? Ik weet het niet eens meer. Nee, maar het is toch wel... Is het. Nou, maar voor de rest is het natuurlijk... Ja, ik kan me ook natuurlijk... Ik kan niet zeggen, ik kies voor die partij of die. Je wil dat eigenlijk niet doen als... BN'er of TN'er of wat er ook zijn. Ja, maar ik vind, als het een persoonlijke partij is... dan kun je als artiest best je verbinden aan een partij. Nou, ik vind het een tamelijk fatsoenlijke partij, hoor. Ja, ik ook. Hij heeft toch de Jolingwet voorgesteld? Wet voor de bescherming van de Nederlandse waarde, omdat jij dat roepen? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje grappig bedoeld, denk ik. Maar als ik hem zo op die piano zou liggen, dan denk ik... nou, het wordt niet alleen een liedje, maar... we gaan ook nog eens eventjes lekker de pony laten graaien.
Nou, zo kan die wel weer, Gerard. Je was weer in vorm. Ik was in vorm, ja. Ik heb begrepen dat je een vaste aanstelling krijgt. Maar vind je... Nou, dat is wel gevraagd, maar ik weet niet of dat heel... Ik denk dat mijn intelligentie qua voetbal niet zo erg hoog ligt. Dus daar moet ik er heel erg voor uitkijken. Daar zijn die mannen voor. Nou, jongens, maar het is natuurlijk ontzettend leuk om daar te zijn. We zijn aan het eind van de uitzending. We gaan toosten brengen op jouw nieuwe... CD, ja. CD, mag ik niet zeggen. Ach, dat is de, ik weet niet hoeveel singles ik uitgebracht. Misschien is het wel de 80ste of de 100ste. Ik heb geen lekker. Idee. Lekker. Mensen, gezondheid. Lekker. En op het forum, hè? Voor ja, democratie, gezondheid. Bedankt. Johan, bedankt. Fijne dag. Ga je nog wat leuks doen? Verhuizen, toch? Ik zit midden in de verhuizing, maar ik denk dat ik maar eens in bed duik. In bed duik? Ja, ik... gewoon alleen? Ik voel me niet helemaal lekker. Oh, maar okay. Ik hoef gelukkig niet zo ver te rijden naar huis. Nee, dat speelt inderdaad, ja. Nou, René, jij ook ontzettend bedankt. Danny ook ontzettend bedankt, maar wij wilden er graag met een vriend van de show uitgaan. Is, wordt Danny, studeert hij ook voor goochelaar of zo? Of ja, moet hij naar Carnaval? Ziet er wel zo uit, inderdaad, ja. Er komt zo'n duif uit zijn mouw. Ja, daar is hij al inderdaad, dames en heren. Maar Danny ook weer bedankt voor... Als die duif maar niet uit zijn gulden komt. Dat ging zo goed, Kees. Hè? Muziek. Oi, oi, oi. We wilden graag uitgaan met een vriend van de show, dames en heren. Een heel goed kerst toegevierd natuurlijk. Een geweldig uiteinde. En een prachtig nieuwjaar. Daar zijn we er weer op 19 januari. En we gaan eruit met niemand minder dan onze eigen Harry Mens. Tot ziens. The weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Oh, I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.